past it? Dit zijn momenten. Oh, wat een goal! Wat een goal! Die zijn ongelooflijk. Hij is er en hij neemt de juiste beslissing. Je loopt soms langs topsporters en die ruik je. Er hangt een soort geur van angst omheen. En die geur die moeten ze kwijt. Want die geur die nemen ze hun hele leven mee. Je staat echt letterlijk in die arena. Omringd door toeschouwers. Je treedt, het is het presenteren. Het ervoor staan. En laten zien wat je ervan kan. En als je het niet kan, dan gaat je kop eraf. Presteren onder druk op momenten dat het er echt op aankomt. Want het is nogal wat om het juist dan en daar ineens allemaal op te moeten hoesten. Langzaam maar zeker begint het al tot mensen door te dringen dat heel veel falen met de psyche te maken heeft, een mentale kwestie is. Wat is het effect van sport op de mentale gezondheid? Sport is gezond, maar ja, dat weet eigenlijk iedereen wel. Maar waarom is sport nou gezond? En wat is het effect van sport nou precies? In deze documentaire gaan we jullie dat proberen uit te leggen. We zijn hier bij Revalidatiecentrum de Hoogstraat in Utrecht. Hier komen mensen met hersenletsel. Mensen met hersenletsel hebben last van lichamelijke en psychische problemen. Als je lichamelijke problemen hebt, dan zijn er veel sportactiviteiten om beter te worden. Maar ook psychisch zijn er sessies. Sessies om te kunnen accepteren wat je hebt of er beter mee om te kunnen gaan. Maar waarom is mental coaching nou zo goed voor je lichamelijke bestaan? Als mensen lichamelijke beperkingen hebben, is dat niet zo leuk. Dus ik kan me voorstellen dat mensen er depressief van worden. Is dat zo? En zo ja, wat doe je er dan? Kun je er iets tegen doen? Niet alle mensen die lichamelijk iets hebben, worden er ook depressief van. He, dat is eigenlijk weer hetzelfde als net, dat het een beetje van de persoon afhankelijk is, van hoe mensen daarop reageren. En dat heeft heel vaak ook te maken met hoe mensen ook voordat ze lichamelijk iets kregen, al reageerden op moeilijke situaties. Soms kan het wel zo zijn dat mensen depressieve klachten hebben, hè? Dus bijvoorbeeld veel piekeren of moeilijk in slaap komen of snel geïrriteerd zijn of zich somber voelen, weinig fut hebben om dingen te doen. Wat ik dan als eerste doe is inschatten of het echt bij depressiviteit past. En daar kunnen mensen voor behandeld worden. En dat kan soms een combinatie zijn ook met de psychiater erbij, hè, die soms ook medicijnen kan voorschrijven, waardoor de ergste toppen van de sombere stemming een beetje afgehaald worden. En daarnaast om ook met mensen te kijken hoe ze zich toch anders kunnen voelen of hoe ze anders over bepaalde dingen kunnen denken. Okay, dus het psychische aspect is wel groot hier als mensen lichamelijk wat hebben, of is het dan meer met het sporten? Uiteindelijk bepaalt het psychische aspect of mensen weer hun gewone dingen kunnen doen. Want op het moment dat iemand heel somber is, dan kan zijn conditie wel genoeg zijn om weer te gaan sporten. Maar als je zo somber bent dat je er gewoon de puff niet voor hebt, dan zul je het ook niet gaan doen. Ja, dus uiteindelijk gaat het erom dat mensen zelf het gevoel hebben van hey, ik kan iets, ik wil iets en ook een idee hebben van hoe ze dat kunnen doen. Met mentale coaching kan je een heleboel dingen verbeteren die je niet met normaal sporten kan. Bijvoorbeeld dat je beter in je vel zit en dat je optimaal kan presteren als je je goed voelt. Er zijn een heleboel dingen die je kan verbeteren met mentale coaching, waaronder het omgaan met stress, het focussen, de hoge emoties aankunnen, de sociale druk aankunnen en het negatief denken omzetten. Deze dingen zijn allemaal heel belangrijk als je hersenletsel hebt. Het gaat dan allemaal niet meer op de automatische piloot. We bekijken het hier dus ook van de andere kant. Als je gaat sporten, gaat het langzamerhand weer automatisch. Uit onderzoek is gebleken dat positieve coaching veel beter helpt als negatieve coaching. Dat komt omdat mensen zich dan blij voelen en het leuk vinden om te blijven sporten. Ook is het zo dat als je je prestatie beloont, mensen het veel leuker vinden om iets te doen.
Er is ook uit onderzoek gebleken dat als je vooraf de prestatie doorneemt, dat je dan veel beter gaat doen, omdat je weet hoe het moet en dat je dan hebt kunnen concentreren op de prestatie. Oftewel, mentale coaching heeft heel veel te maken met hoe je lichamelijk presteert. Waarom helpt sporten nou echt voor de revalidanten en waarom is sporten nou eigenlijk echt nodig om weer te revalideren? Dus dat lijkt me wel De revalidanten die hier natuurlijk in revalidatie komen, die kunnen heel veel dingen niet die ze voorheen altijd wel goed konden. Dus het kan lopen, schrijven, praten, misschien zelfs staan. En sport is wel een manier om ze te introduceren met iets waarbij ze zich weer kunnen onderscheiden. Want ze kunnen iets wat jij bijvoorbeeld niet kan. Dus ze kunnen goed met de rolstoel overweg, daardoor kunnen ze beter rolstoeltennissen, beter rolstoelbasketbal. Waardoor ze zich weer wat kunnen onderscheiden, weer zelfvertrouwen kunnen doen. Kunnen ervaren waarom dingen ook weer leuk zijn. Hè? En plezier is ook. Je komt hier en je ziet alleen maar dat je misschien een deel van je been mist. Dat is niet leuk, maar er zijn ook weer dingen om gewoon heel veel plezier in te hebben. En dat je dat even vergeet, dat je daar alles van moet doen. Dus dat je juist in de sport, dat je daar niet de focus op legt, dat je dat vergeet en dat je gewoon weer doet wat je leuk vindt. Het zijn een beetje aangepast. En dat je daardoor weer wat plezier ervaart. En ook je lichaam weer ziet als iets waarmee je ook goed kan functioneren. Dus dat het niet alleen maar is dat je tegen dingen aanloopt, dat lukt niet meer. Nee, maar dat je ook ziet van ik kan ermee rolstoeltennissen, ik kan ermee basketballen, ik kan ermee badmintonnen, ik kan ermee zwemmen. Dus dat je er ook wel alles mee kan doen. Ja, dus jullie proberen eigenlijk door het sporten weer een beetje de positieve kant te komen. De positieve kant. Leven te doen. Ja, dat is het. Als je veel sport, wordt ook je bloeddruk lager. Hierdoor voel je je ontspannender en krijg je minder snel last van stress. Doordat als je gaat sporten, je bloedvaten wijder worden, kan je bloed makkelijker worden rondgepompt door je lichaam. Ook maakt je lichaam nieuwe bloedvaten aan als je veel sport. Hierdoor krijg je bijvoorbeeld een beter geheugen, omdat de bloedtoevoer naar je hersenen beter is. En zo krijg je dan minder snel last van dementie. Door het sporten worden ook je botten sterker. Tijdens het sporten komt er eigenlijk elke keer een constante schok op je bot. Hierdoor worden je botten dus constant geprikkeld en dus versterkt. Sporten vermindert ook de stress. Want als je gewoon even lekker gaat sporten, kan je hoofd leeg maken en heb je nergens aan te denken. Maar door het sporten komen er ook stofjes vrij in je hersenen, neurotransmitters. En deze zorgen ervoor dat de stressgehalte daalt. Sporten zorgt ervoor dat je lichaam en spieren rekbaarder en steviger worden. Hierdoor wordt de kans op rugklachten kleiner en ook zul je minder last hebben van gewrichtsklachten. Voor oudere mensen geldt vaak dat ze hierdoor meer zelfstandig kunnen zijn en op oudere leeftijd nog meer dingen zelf kunnen ondernemen. Kinder- en jeugdafdeling als psychomotorisch therapeut. En dan werk ik met name voor jongeren die klinisch zijn opgenomen, dus die een jaar of soms wat langer zelfs therapie zijn. Stelling 1. Door regelmatig te sporten worden de kans op angstgevoelens en depressiviteit kleiner. Dat klopt. En het is zelfs wetenschappelijk bewezen door bijvoorbeeld runningtherapie. Mm-hmm. Omdat je van regelmatig sporten een stofje serotonine onder andere in je hersenen aanmaakt. Die invloed hebben op gevoelens van somberheid en angst. Oké. En stelling 2. Als je niet sport, heb je een grotere kans op mentale problemen. Ja, als je lichamelijk fit bent, dan ben je ook sneller geestelijk fit. Dit was Dorine Heij, psychomotorisch therapeut. En weet je, dat zul je zelf ook merken, als je fitter bent, zit je lekkerder in je vel, kan je meer hebben, ben je minder chagrijnig. Ja, dat geldt voor iedereen.